Ja, na de overwinning bij Everton staat Manchester United vijfde in de Premier League en heeft het natuurlijk de vieze nasmaak weggespoeld van die vernedering op bezoek bij Manchester City. Ik ga de situatie van de ploeg van Erik ten Hag bespreken met Pieter Zwart. Ja, hoe staat Manchester United daar eigenlijk in jouw ogen voor op dit moment, Pieter? Nou ja, er is een sprake van groei en tegelijkertijd heb je tegen Manchester City die reality check gehad. Dat niveau wat jij ambieert, dat je daar nog niet bent als ploeg. En dat je ergens in het vage vuur daartussen zit. En zeker in de wedstrijden waarin... United heeft zijn beste wedstrijden dit seizoen gespeeld in duels waarin ze konden afwachten en counteren. En echt een tegenstander vanuit eigen opbouw, de wil opleggen, domineren, tot veel kansen komen en winnen. Ja, heeft United niet heel veel gedaan. Wat dat betreft was die wedstrijd tegen Everton natuurlijk een interessante testcase. Maar ook tegen Everton zie je weer dat ze probeerden op te bouwen. Ik vond het best dat zeker de eerste 35 minuten dat het er best aardig uitzag. Maar je zag ook weer dat het gaat een keer fout. Helemaal in het begin van de wedstrijd. Je wordt van de bal gezet op eigen helft. Casemiro, hè? Casemiro inderdaad, die dan eindelijk in de ploeg was gekomen voor McTominay. Pam, counter tegen en je staat weer 1-0 achter. Dus je meteen een soort van onzekerheid erin komen. En die goal waarmee ze dan op 1-1 komen via Anthony, is eigenlijk ook weer een situatie waarin ze, volgens mij was het Dalot, die was toen naar het middenveld gekomen. Die wordt van de bal gezet op het middenveld. Everton kan gaan counteren en die spelen eigenlijk die counter slecht uit, dramatisch uit, raken de bal kwijt. En met de counter op de counter scoort United via Anthony. En die bal van Ronaldo die er dan in komt voor Martial, is natuurlijk eigenlijk ook een counterdoelpunt. En dat is denk ik waar we Manchester United op dit moment moeten inschalen. Het is een goede counterploeg, maar het was ook een goede counterploeg onder Solskjaer. Het was ook een goede counterploeg onder Mourinho. En het was een topwedstrijd ook een goede counterploeg onder Louis van Gaal. Het probleem van dit team is altijd geweest. Ja, ze zijn niet in staat om in topwedstrijden dan wel een tegenstander effectief onder druk te krijgen. Dan wel tegen mindere goden op een gegeven moment vanuit goed positiespel tot kansen te komen. En je ziet daar wel een mate van verbetering in. En Ten Hag heeft geen toverstaf, dus je kunt ook niet verwachten dat in één keer van 0 dat het naar 100 gaat. Maar het is wel duidelijk dat ze zijn daar nog lang niet waar hij wil zijn. En dus blijft, denk ik, iedere wedstrijd een beetje trekken. En wordt het heel erg ook dat het afhangt van karakter om dan net zo'n wedstrijd over de streep te trekken. En je ziet ook dat ook als ze op Cyprus spelen, ze moeten heel diep gaan iedere wedstrijd om tot die zegens te komen. Dat heeft maar één reden. Dat zij niet zoals City op basis van positiespel echt de tegenstander de wil op kunnen leggen. Echt de ene naar de andere kant dat wel wil. Ja, dat wil hij wel. Alleen daar is deze ploeg, op dit moment is hij daar gewoon nog niet. En ik vraag op dit moment? Of is het gewoon kwalitatief qua spelers? Ik denk dat het met deze spelers dat het ook gewoon heel lastig wordt. Zo eerlijk moet je denk ik ook naar deze selectie kijken. Als je op die manier wil gaan spelen. Kijk, Dalot, ik vind dat hij hartstikke goed ontwikkelt en dat hij het hartstikke goed doet. En je ziet, die probeert aan de binnenkant te komen en de buitenkant te komen. Die probeert alles te doen wat Ten Hag van hem vraagt. Maar het is geen João Cancelo. Nee. En over een jaar kunnen we hier weer zetten. En er nog steeds geen João Cancelo. En als dat de norm is, als dat de lat is, dan is United daar ver van verwijderd. En komen ze ook niet zo snel. Nou, Malaysia heb je ook in de afgelopen wedstrijden gezien. Pieken en dalen. Ja, pieken en dalen. En zeker aan de bal is er niet super wat hij brengt. Nou, dan heb je het alleen over de twee backposities al, waar je dan ziet dat het wat problematisch is. Martinez links centraal achterin. Nou, dat is in ieder geval een toevoeging, omdat het de enige verdediger is waarvan je zegt, die is echt rustig aan de bal. En eigenlijk al het andere eromheen. Varaan heeft goede wedstrijden gespeeld, maar die voelt zich eigenlijk ook het lekkerst als hij wat meer terug speelt. Dat hij vooral die fysieke duels kan uitvechten. Lindelöf speelt tegen Everton. Die komt er dan nu in. Nou, dat laat ook weer iets zien over de positie van Maguire, die toch ook een stuk in de pickorde gedaald is. Nou, dan heb je daarvoor begon als aanvoerder, hè? Ja, begon als aanvoerder. Is nog steeds aanvoerder, maar wel aanvoerder op de bank. Er is zo'n zo'n tekenfilm-account. Die maakt altijd, dus op YouTube, die maakt altijd van die filmpjes
met dan zogenaamd hoe het achter de schermen gaat bij United. En dan zie je altijd van die kleedkamerfragmenten waar dan Ronaldo helemaal boos in de kleedkamer zit. Omdat hij weer niet gespeeld heeft en hij vindt dat hij moet scoren. En dat hij eigenlijk alleen maar in die kleedkamer bezig is om weg te komen naar een andere club. En dan zie je Maguire die hem soms als aanvoerder erop aan probeert te spreken. Maar dat het totaal niet serieus genomen wordt. Nee, dat is natuurlijk een, voor je. Ja, en dat is natuurlijk een parodie. En tegelijkertijd, de reden dat het grappig is om ernaar te kijken is dat het waarschijnlijk niet zo ver weg staat van de werkelijkheid. Want ja, hoe gaat Ronaldo reageren als Harry Maguire hem in de kleedkamer gaat proberen te corrigeren? Ja, ja dat werkt op dit moment niet. En als je inderdaad kijkt, ja, de natuurlijke leider bij United op dit moment in de kleedkamer is Cristiano Ronaldo. Maar ja, Cristiano Ronaldo zit op de bank. Cristiano Ronaldo laat weer het een en ander uitlekken in verschillende media over wat hij dan zou vinden van de aanpak van Ten Hag. Nou, dan moet je natuurlijk altijd afvragen van wat is daarvan waar. Maar ergens is het natuurlijk veel zeggen dat blijkbaar mensen rondom Ronaldo het nodig vinden om te lekken dat hij vindt dat zou vinden dat Ten Hag te naïef, te Nederlands is, te aanvallend wil spelen. Dus dat is ergens is dat een beetje zorgwekkend en helemaal dat dan gebeurt vlak na die 6-3 nederlaag tegen City. En dat gebeurde natuurlijk vorig jaar exact hetzelfde met Rangnick nadat hij met 4-0 op de klote kreeg. En zodra een soort van momentum er is, zie je dat daar panelen beginnen te verschuiven. Dat er blijkbaar vanuit Portugal het een en ander wordt ingefluisterd wat dan allemaal lekker ligt in het straatje van Cristiano Ronaldo. Dus dat ergens in zijn omgeving. De aangewezen leider door Ten Hag in de kleedkamer. Ja, dat is Maguire, maar die kan natuurlijk op geen enkele manier kan die daar een positie in nemen. Nou, dan hou je Casemiro natuurlijk van buitenaf. Haal je die binnen? Nou, die zou misschien ook zo'n soort norm kunnen gaan bewaken. Tegelijkertijd weet je, heeft bij Real Madrid lang met Ronaldo gespeeld. Ik denk dat hij ook bij Jorge Mendes zit als zaakwaarnemer. En hij komt dan ook op de bank in eerste instantie terecht, want McTominay speelt, goed heeft gespeeld. Nou, nu vliegt McTominay eruit, komt hij erin, maar hij maakt ook meteen een fout. Ja, dat is ook niet lekker. En daarnaast staat nog steeds Christian Eriksen, wat in dit soort wedstrijden wel gaat. Maar dat is uiteindelijk is dat natuurlijk niet ideaal om hem op die plek te hebben. En dat zie je natuurlijk ook bijvoorbeeld weer iedere keer terug bij standaard situaties. Dat was natuurlijk tegen City ook weer het geval. Dat dan moet hij in één keer bij een spelervatting moet hij Haaland gaan blokken. Ja, dat heeft geen zin. Dat is wel een issue voor Ten Hag. Dat middenveld, want je kunt wel zeggen, oké, het moet niet Eriksen zijn. Maar wie dan wel? Fred hebben we ook gezien. Nou, die konden daar ook niet leveren. Ja, die opties heeft hij eigenlijk niet. En dan voorin heeft hij natuurlijk het een en ander opgelost met de komst van Anthony. Die in ieder geval een bepaalde dreiging in zijn spel heeft. En op die manier tegenstanders terugdringt. Maar ook daar is het niet ideaal. Martial is natuurlijk eigenlijk met afstand de beste spits die hij tot zijn beschikking heeft. Zag je ook weer voor die eerste goal. Daar had hij een fantastische rol door zich even te laten uitzakken. En dan Anthony te lanceren. Daarvoor als invaller is hij twee keer dat hij meteen scoort. Eigenlijk is hij de ideale spits voor Ten Hag. Maar die is continu geblesseerd. En dan zit je daar weer te schipperen met, moet je daar Rashford neerzetten? Maar Rashford is eigenlijk een counterspits. Of moet je Ronaldo erin zetten? Maar gaat Ronaldo dan fysiek leveren waarvan je het wil? En als Ronaldo speelt, zie je eigenlijk altijd dat Bruno Fernandes, die wordt meteen 50% inderdaad van de Bruno Fernandes die eigenlijk is. Dus die hele samenstelling, die klopt niet echt. En eigenlijk weet je, tot aan de winter, tot aan het WK, dat ook niet gaat kloppen. Blijft het pap en nat houden. Het blijft pap en nat houden voor Ten Hag. En je kunt eigenlijk niet heel veel meer van United verwachten dan wat er op dit moment uitkomt. Dus dat blijft iedere keer tegen de Everton-achtige gaat het moeizaam worden. Met één doelpuntje verschil, misschien op een goede dag met twee doelpuntjes verschil. Maar die punten harken en hopen dat je in de buurt blijft van Champions League voetbal. En dat gaat denk ik tot aan het WK. Gaat dat de situaties zijn van Manchester United? Dan kan iedere maandag Consuli hier ook hetzelfde verhaal erover gaan afsteken. Toch moeten we even stilstaan bij de prestatie van Cristiano Ronaldo. Hè? Want met zijn winnende doelpunt tegen Everton heeft hij zijn 700ste goal in zijn carrière gemaakt. Ja, fantastisch. Dat is natuurlijk wel fantastisch. Dat moet Erling Haaland nog maar zien te halen. Dat klopt. Ik zag een statistiek voorbij komen dat als Haaland dat wil halen, dat hij dan geloof ik nu, vanaf nu af aan, 14 seizoenen achter elkaar, dat je 43 doelpunten of zo moet maken.
Ja, en dat gegeven... Het sluit het niet uit, maar... Nee, je kunt het niet uitsluiten, maar dat gegeven laat wel inderdaad zien van... Nou ja, hoe constant hij eigenlijk gepresteerd heeft als doelpuntenmaker. Omdat jaar in, jaar uit, jaar in, jaar uit, jaar in, jaar uit te leveren. En dan nu weer, ja, hij begint op de bank. Moet er door een blessure, komt hij er op een gegeven moment in. Ja, en hij schiet ze wel weer even naar die drie punten. Dus, en zoveel doelpuntenmakers hebben ze niet bij United. Dus wat betreft, ja, is Ronaldo ook wel echt... een belangrijke schakel voor Ten Hag. Helemaal, denk ik, in die wedstrijden, zoals tegen de Everton-achtigen, die wat verder terug zullen spelen. Ja, dan weet je dat je soms spits in de 16, dat toch wel heel erg waardevol kan zijn. Dus dat is ook een interessante uitdaging van, ja, hoe hou je Ronaldo aan boord? Hoe hou je hem gemotiveerd? Nou, Ten Hag zegt zelf altijd dat het hartstikke goed lukt. Dat hij gemotiveerd is op de trainingen, dat hij er zin in heeft en dat hij... klaar is iedere keer om te spelen. Maar goed, ja, zo'n ster als Ronaldo... Ja, die vindt het niet leuk natuurlijk... dat hij in principe op dit moment de derde spits van United is... achter Martial en Rashford. Dus ja, daar zit ook gewoon... Dat blijft natuurlijk een issue ook weer tot aan het WK... wat je ook niet echt opgelost krijgt als Ten Hag zijn. Want als je er gewoon realistisch naar kijkt op dit moment... dan begrijp ik ook waarom hij... Martial en Rashford liever ziet in de spits in veel wedstrijden dan Ronaldo. En we moeten stilstaan bij de prestatie van Anthony... die zijn eerste drie competitiewedstrijden voor Manchester United weet te scoren. Daar is Ten Hag denk ik wel heel blij mee. Hij geeft 100 zeker. Miljoen uit en hij levert wel, hè? Om maar even in van geld te hebben. Hij had inderdaad... Ten Hag had zichzelf wel, heeft zichzelf kwetsbaar gemaakt met die twee Ajax-aankopen. En Martinez was in het begin kritiek op... maar ja, je ziet op dit moment, hij is gewoon de beste verdediger van United... Dus ja, daar kun je denk ik ook niet zo heel erg kritisch meer zijn, op zijn op dit moment. En Anthony, ja, die is ook meteen gaan leveren. En die heeft laten zien dat hij wel als buitenspeler een toegevoegde waarde is voor de telt. Omdat er continu wel een bepaalde dreiging van hem uitgaat. Waardoor ook anderen in het elftal meer ruimte krijgen om te voetballen. Dus ja, ze hadden eigenlijk maar één normale buitenspeler. En dat was Sancho. Dus ze hadden er wel... echt iemand daar nodig. Nou, daar heeft hij Anthony voor gehaald. Ik denk dat ze er heel veel voor betaald hebben. Maar ja, hij laat wel zien dat hij op voetballen zit. En daar gaat dreiging vanuit. Dus, scoort wel weer makkelijk, hè? Ja. 1-op-1 met de keeper. Met heel snel die lichaamsbeweging te maken... dat hij nog lekker met zijn linker kan binnenkrullen. Dat klopt. Ja, dat zijn die kwaliteiten die we natuurlijk van hem kennen vanuit Nederland. Tegelijkertijd was natuurlijk altijd daar ook het kritiekpunt dat hij niet altijd dat rendement haalde. Maar nu bij United. En dat laat denk ik ook wel een beetje zijn karakter zien. Dat was dan ook bij Ajax in die eerste weken, eerste paar wedstrijden. Toen had je nog een beetje de discussie, wordt het Neres, wordt het Anthony? Toen speelde hij gewoon de eerste wedstrijd tegen Sparta. Tak, meteen winnende goal. Ja, het was Neres wel... nog van de Olympische Spelen natuurlijk. Klopt, ja. Ja. Ja, dus je ziet wel dat hij een speler is die, als hij ergens binnenkomt, dat hij ook wel het type is dat zegt, geef mij maar die bal. En ik ga die acties maken en ik ga die doelpunten maken en ik ga die assist geven. Precies. En ik ga meteen even laten zien wie Anthony is en al de discussie wegnemen. En dat is natuurlijk mijn club als United wel altijd de vraag van, hoe stapt een speler binnen? Want er zit natuurlijk heel veel druk op van... de buitenkant. En vaak imploderen team van United een beetje onder die druk. En zie je dat bijvoorbeeld Sancho in zijn eerste jaar. Ja, die is er totaal eigenlijk aan ten onder gegaan. Zoals ook Rashford de periode dat hij het helemaal kwijt leek te zijn. En Anthony, die lijkt er toch een beetje scheid aan te hebben. Ik herinner me die quote van Angelo Elia rond het WK waar hij iedere keer mocht invallen. WK 2010. En die riep dan naar wedstrijden, scheid hebben, acties maken. En met die mentaliteit stapt Anthony ook het veld op bij Manchester United. Oké, ik ben Anthony. Ik ben de man van 100 miljoen. Ik ben niet 100 miljoen meer dan waard. Geef mij maar de bal. Ik heb scheid en ik maak acties. Dat is wel lekker om zo'n type erbij te hebben. Want dat geeft natuurlijk ook, de rest van het elftal geeft het een bepaald soort vertrouwen. Van oké, we kunnen hem in ieder geval altijd aanspelen in iedere positie. En hij kan altijd vanuit de niets... een doelpunt maken. En zeker in dit soort wedstrijden, waar we het de hele tijd over hebben, waar United het altijd moeilijk had om iets te forceren, heb je met hem wel een speler op het veld staan die altijd met één moment die wedstrijd kan beslissen. En dat heeft Sancho bijvoorbeeld toch in mindere mate. Rashford is ook niet iemand die op basis van individuele actie dat kan
creëren. En ja, hij is dat wel. En daarom ben je ook niet helemaal afhankelijk van Bruno Fernandes, waar normaal gesproken alles van moet komen. Ik moet trouwens wel zeggen dat als je naar alle spelers kijkt in de periode Ten Hag, dan vind ik dat Bruno Fernandes, misschien samen met Dalot, dat die het meest verbeterd zijn. En ik vind echt dat die maakt echt een hele goede indruk. Daar gaat het eigenlijk niet heel veel over, voor mijn gevoel, over Bruno Fernandes. Maar ik vind echt dat hij als team heel goed speelt. En niet alleen met de bal, maar ook juist zonder bal de druk zet. Je ziet dat hij dat heel snel oppakt en dat hij iemand is. En ik heb daar natuurlijk ook over gezegd. Van, en Marcel Keizer, ken ik die Nederlandse denkwijze? Ik ben blij dat er zo'n trainer is. En dat straalt er in alles vanuit. En het was niet sexy wat hij bijvoorbeeld deed voor die 1-1. Maar dat is wel Bruno Fernandes die daar op het middenveld fanatiek druk zet, doorgaat tot het laatste moment, die bal verovert, meteen vooruit speelt aan Martial en op die manier het doelpunt van Anthony inleidt. Ja, dat is wel iets wat we de afgelopen jaren lang niet altijd van Bruno Fernandes gezien hebben. Hij was soms ook op de speler die bij balbezit van de tegenstander dacht, geef mijn potje maar een fikkie en ik wacht wel tot wij weer de bal hebben en dan mogen ze hem een keertje inspelen. En nu, hij gaat volle bak, vol energie en is echt een aanjager van het druk zetten. Bijna op een Donny van der Beek-achtige manier. Alleen dan als iemand die ook aan de bal heel veel toevoegt. En dat, daar verdient denk ik wel Ten Hag een groot compliment voor. Dat hij Fernandes op die manier heeft kunnen aanspreken, mee kunnen nemen in zijn werkwijze. En dat dat echt de voorloper is in het elftal qua manier van spelen. Dat is iets wat heel erg goed gaat. En als hij nog een paar van dat soort spelers op die manier aan de praat krijgt, en dan begint er misschien ergens op te lijken. Nog even over Anthony. Hij heeft een nieuw huis gevonden in Manchester. Heb je het gezien? Ik zag er iets over voorbij. Het was toch een oud huis van een andere speler? Van Pogba. Van Pogba, ja. Ja. Nou ja, dat, laten we hopen dat het huis niet vervloekt is. Nee, inderdaad. Ja. Er staat een hele grote tafel nog in huis met de initialen van Pogba. Een soort illustratie. Dus die moeten er nog even uit. En dan kan die daar lekker gaan settelen. Lekker. Ja, toch? Het moet helemaal goed komen, toch? Vanuit het huis van Pogba. Hoeveel goals gaat hij maken dit seizoen, Anthony? Anthony? Nou, hij heeft er nu natuurlijk 3 gemaakt. Maar als je naar zijn rendement in de Eredivisie kijkt, als hij er 10 maakt, 10, 15, ik denk 15 max, 10 minimum, ergens daartussen. Dit moet even losgezet worden. En dan aan het eind van het seizoen moet ik hiermee geconfronteerd worden. Maar als ik even een grove inschatting moet doen, denk ik zoiets. Ik denk niet dat we kunnen verwachten dat hij dit helemaal doortrekt. Want, zeg maar 13. Ik zeg dan 12. 12, oké. Okay. Ja. Okay. En kijk, op een gegeven moment hebben tegenstanders die hier natuurlijk ook een keertje door. Dat hij altijd naar zijn linkerbeen wil en dan in de verre hoek wil gaan krullen. Ja. Dat zeiden ze van Robben ook, hè? Ja, dat zeiden ze voor Robben ook. En die had natuurlijk ook wel wat variatie in zijn actie. Dat heeft natuurlijk Anthony ook wel. Maar dit zijn statistisch gezien wel lage kwaliteit schoten waar hij uitscoort. Dus je kunt eigenlijk niet verwachten dat hij daar continu op blijft overpresteren. Dus ik wil daar toch de polonaise nog een beetje temperen. Pieter, jij zegt 12. Jongens, laat even in de comments weten wat jullie denken. Hoeveel goals gaat Anthony maken dit seizoen? Zeg ik voor nu, Pieter, dankjewel. En jongens, natuurlijk bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog mocht je dit een leuke video vinden. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Thank you.